Oké, jongens, de warming up. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van je workout. Je lichaam moet namelijk weten dat het moet gaan bewegen. Het moet niet ineens uit het niets, uit stilstand, boem, vol in de beweging komen. Eventjes een goede warming up doen is super belangrijk, ook om blessures te voorkomen en om je lichaam even rustig wakker te laten worden. Oké, we gaan even beginnen met een shoulder roll van voor naar achter. Rol je schouders goed, helemaal open. Zodat je je borst en rug even goed wakker maakt. En even terug naar voren. Lekker groot. Stretch even je arm. Pak je ene arm met je andere arm en trek goed aan je arm. Zodat je hier rek voelt in je tricep. Even een paar seconden. Ik vind een warming-up ook altijd het moment dat je even kan nadenken over wat je gaat doen vandaag. Wat je te doen staat. Even je andere arm. En misschien even stilstaan. En even dankbaar zijn voor het feit dat je deze workout mag gaan doen straks. En dat je lichaam dit gewoon kan. Wees daar dankbaar voor. Slinger even je armen naar voren een paar keer. Even langzaam, rustig. En naar achter. Want het is toch mooi om te kunnen bewegen. Wees daar dankbaar voor. Sommige mensen kunnen dat helemaal niet. Het feit dat je dit kan. Alleen al daardoor mag je dankbaar zijn. Oké, kom even op je mat. Op handen en knieën. En maak je rug even bol. Zo bol mogelijk. Buik in. En daarna hol. Hoofd en billen naar het plafond. En kom weer terug. In bol. En dat doe je even een paar keer. Eén keer bol. Heel goed. Kom even in een lunchpositie. Knie mag gewoon op de grond blijven. Doe je armen naar het plafond. En strek ze zo ver mogelijk naar achter dat je rek voelt in je buik en beenspier. Kom even terug. Nog een keer. En wissel van been. Hetzelfde verhaal. Even twee keer goed oprekken. Handen naar het plafond, kijk naar het plafond en volg je handen met je hoofd. Adem uit, kom weer terug. Nog een keer, ver mogelijk naar achter. Heel goed. Doe nu je linkerhand over je rechterknie, of andersom als je andersom zat, aan de buitenkant. En draai met je hoofd en je arm zo ver mogelijk naar achter toe. Dus kijk naar de muur achter je. Je knie wil naar buiten, hou die met die arm die erop zit, hou je hem tegen. Nu voel je als het goed is een flinke rek op je bilspier. Hou dit even een paar seconden vast. Heel goed. En kom naar de andere kant. Wissel van been. Tegenovergestelde hand gaat op je knie. Als je draai open draait naar achter, wil je knie naar buiten en die hou je goed tegen. Stevig tegenhouden. Adem even een paar keer diep in. En uit. En kom even staan. Ademhaling onder controle krijgen, zodat je zo meteen klaar bent voor de workout. Adem even diep in. Arm omhoog, kijk omhoog. En uit. Nog een keer in. En uit. En laat jezelf langzaam helemaal ruggengraat voor ruggengraat naar voren zakken. Zo ver als je kan. Hou je benen gestrekt. Hoofd laten hangen. Kom helemaal naar voren. En laat je hamstrings, de achterkant van je benen, helemaal oprekken. Zo ver als je kan. Als je met je handen de grond aan kan raken, top. Kan je dat niet? Geen zorgen. Blijf dan gewoon wat hoger. Zo ver als dat je kan. Hou je benen op slot. Dus je knieën gestrekt. Je benen gestrekt. En even lekker hangen en aan niks denken. En vanuit hier gaan we het wat actiever maken. Ga je om de beurt een teen aantikken. Vanuit dezelfde positie. Daar mag best een beetje tempo in zitten. Want je gaat hierna aan de slag
Heel goed. En om af te sluiten, even op je plek, heel rustig, runners. Om even je lichaam goed wakker te maken. Langzaam steeds iets hoger. Lekker ontspannen, lekker licht. Niet te zwaar stampen. Op je tenen. Steeds iets hoger. Tot je denkt, ik ben warm. Ik kan mijn workout beginnen voor vandaag. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Kies een leuke workout uit. En maak er een mooie dag van. Ciao.